Tegenwoordig moet je veel accounts maken om gebruik te kunnen maken van online diensten. En daar hoort uiteraard een wachtwoord bij. En het is ook nog eens verstandig verschillende wachtwoorden te gebruiken. Maar dan kun je door de bomen het bos kwijtraken. Gelukkig zijn er wachtwoordmanagers, zoals PasswordBoss, die je als extensie in je browser kunt gebruiken. Hoe je met PasswordBoss kunt werken, zie je in twee how-to's. De extensie werkt in meerdere browsers, maar in deze how-to kijken we naar het gebruik in Edge. De basisversie van PasswordBoss is gratis, maar is inclusief een 30 dagen proefversie van Premium. Daar komen we later nog op terug. Via de puntjes rechtsboven ga je naar extensies. Hier zie je de al geïnstalleerde. Onderaan kun je naar de Microsoft Store. Rechtsboven kun je zoeken. Je kunt de app installeren en daarna starten. Je ziet dat je wel het een en ander moet toestaan aan PasswordBoss, maar voor de juiste werking is dit wel nodig. Als je akkoord bent, schakel je de app in. Je ziet nu het pictogram. Als je erop klikt, zie je dat je nu de app nog moet downloaden. Zoals eerder aangegeven, de versie die we nu gebruiken is niet in zijn geheel gratis. Via pricing zie je de opties. De download is al begonnen en je hebt even geduld nodig. In Edge klik je op uitvoeren. Je installeert de app. Daarna moet je een account maken. Je ziet waar het wachtwoord aan moet voldoen. En je moet natuurlijk de voorwaarden accepteren. Als je het account aanmaakt, moet je een licentiesleutel invoeren. Maar zoals gezegd, we gebruiken hier de 30 dagen proefversie van Premium. Dus klik op doorgaan. Het volgende venster hoef je niet in te vullen. Je geeft aan of je tips wilt ontvangen. Vervolgens worden alle bekende gebruikersnamen en wachtwoorden die je bij het inloggen hebt gebruikt op verschillende websites verzameld. Als je in de naam van de website op deze knop klikt, kun je bijvoorbeeld de gegevens bewerken. Je krijgt hier ook een oordeel over de sterkte van je wachtwoord. Via deze knop kun je het wachtwoord in beeld brengen. Als je klikt op geavanceerde instellingen, zie je dat er op deze website automatisch wordt ingelogd. Dat kun je natuurlijk uitschakelen. Of je geeft aan dat het hoofdwachtwoord eerst moet worden ingevuld. Je kunt de inloggegevens van deze website bijvoorbeeld delen. Je kunt dan eventueel ook nog andere websites selecteren. In het volgende venster vul je de gegevens in en het e-mailadres van de ontvanger. Je kunt kiezen uit deze opties. Zo voeg je de ontvanger toe. En je kunt eventueel aangeven tot hoe lang dit item moet worden gedeeld. En tot slot deel je het item. Je kunt ook alle items in één keer delen, in geval van nood. Je klikt op noodgeval en vervolgens op deze knop. Je vult het e-mailadres in en vervolgens geef je een wachttijd aan. Via geavanceerd kun je eventueel individuele items aanvinken. Als je alle items wilt toevoegen, klik je op standaard. Nadat je op opslaan klikt, zie je dat de uitnodiging is verstuurd. Ook de ontvanger zal een account moeten maken. Hoe je met de extensie binnen een browser kan werken, zie je in de volgende how-to. Tot zover deze how-to.